Bordewijk, een advocaat, maar vooral bekend als schrijver. Hoewel hij zegt dat hij in zijn vrije tijd schrijft, eigenlijk een amateur is. Hij maakt een strikte scheiding tussen zijn beroep als advocaat en met zijn, wat hij noemt, zijn uit de hand gelopen liefhebberij. Blokken, knorrende beesten, bind en karakter zijn zijn bekendste boeken. Karakter werd in 1997 verfilmd en is wellicht zijn bekendste werk. Bordewijks stijl is afgemeten en zijn naoorlogse werk is duidelijk minder pregnant. Bordewijk, schrijver, advocaat, een plaats in het Pantheon. Komt u even hier, vroeg een grote mollige man, zeer wit van gezicht. Deze was de concierge. Hij had de stem van een weekdier. Terzijde van de hal stond reeds de directeur op de drempel. Droog, rietmager, kaarsrecht. Hij keek door een bril van bloed. Zijn blik was gering. Zijn kin was geslepen tot een boekelbaard van grijs. Zijn knookhand bood geen druk, maar wat blinkends. Hier is je sleutel. De leraarskamer is boven. Dat komt later. Moet je iets zeggen? Iets meer dan wat ik vroeger al zei. Loop even mee. We beginnen dadelijk.